Haha! Mijn beste vrienden all over the world, Paramaribo, groeten! Mimi Isabito! From heart to heart, from soul to soul. Hier en er gebeurt natuurlijk weer van alles in onze republiek. De plantage is weer bezig en alles wordt opgeschud en ondersteboven gedraaid, want je weet wat niet mogelijk is daarboven bij ons lieve heer. Dat is dus in Suriname allemaal mogelijk. Beste vrienden, het laatste nieuws van dit moment is dat de ex-VP, u hoort het goed, de ex-VP, dat wordt taki, Ashwin Adhin. Luistert u goed, is opgehaald door de politie voor verhoor in een lastige zaak, om het maar zo te noemen. En na dat verhoor is die man opgesloten. Ik begreep. Dus de VP van de vorige regering is nu achter slot en grendel. Laat het even bij u bezinken. Ik moet je eerlijk zeggen. Ik begin het geloof en de overtuiging te krijgen te hebben. Dat het onze president Chan Santoki serieus is om de boeven achter tralies te zetten. Maar ja, kijk. Dat is één ding. Het andere ding, president Santoki is, kijk nou, boeven vangen, maar het geld terughalen, want dat willen we zien en dat was beloofd, maar ja, je hebt daarvoor een beetje meer tijd nodig. Ik geef je alle steun. Ja, ik geef alle steun, jaren. Noem me graag. Dus, beste vrienden, dat was het voor dit moment. Ashwin Adhin, de ex-vice-president van Suriname, is door de justitie opgehaald en op dit moment opgesloten. Dat was een mededeling ook van president Santoki in het DNA van afgelopen vrijdag. Beste vrienden, Paramaribo groet u. Blijf lachen! Suriname Unite! Oh, hoi!